Rotdag, stomme toets. Alles was druk vandaag. Dus heb ik gauw hoor. Denk je om je huiswerk vanmorgen? Ja, pap. Doei. Doei. Waarom moet ze altijd mij hebben? Doe toch zo mijn best. Ik ben jou, maar dan 3 jaar ouder. Ik geloof je niet. Is dit weer zo'n stomme grap? En dan zeiden ze dat ik naïef was en dat het alles geloofde. Het is echt waar. Dat kan helemaal niet. Ga weg, ik vind het niet meer grappig. En nog is het zo, geloof me. Je lult gewoon. Bewijs het maar. Oké, je bent Seb, je bent 12 jaar. Je houdt van bouwen met Lego, gamen en films kijken. Dat kan iedereen weten. Je lult dus. Koppig en eigenwijs. Dat klopt dan weer wel. Oké, wat jij wil. Je slaapknuffels heet een nippet en bokkel en je doet mayonaise op je pannenkoek. Nog meer weten? Dat kan mijn vader je ook gewoon verteld hebben. Serieus? Ja, ik geloof je niet. Bovendien kan het ook helemaal niet dat je mij bent. En toch is het zo. Hoe kan dat dan? Doe ze niet toe. Oké. Maar wil je nu weggaan? Oké, wacht. Je wil het bewijs. Van een blinde darmoperatie. What the fuck, dat kan niet! Jemig, geloof je nog steeds niet? Jawel. Maar hoe? Ik kom dus in de toekomst. Hoe kan dat? Tijdreizen. Tijdreizen? Maar als je kan tijdreizen, waarom dan naar nu? Waarom niet naar gisteren of vanmorgen? Het was een rotdag vandaag. Had je me niet kunnen waarschuwen? Tobias en Noah. Nou, eigenlijk is het wel belangrijk geweest dat ik het heb meegemaakt. Een goede les. Mag ik wat vragen? Ja. Hoe oud zei je dat je was? 3 jaar ouder dan jij nu bent, dus 15. Vind je Lieke al leuk? Nee, gelukkig niet. En jij haar ook niet meer. Geloof me, dat is beter. Vertel meer, wat weet je allemaal? Veel, maar nu is het mijn beurt. Jouw beurt? Om jou iets te vragen. Oh, ja, vraag maar dan. Hoe gaat het met je? Wat is dat nou weer voor vraag? Ben je daarvoor terug in de tijd gegaan? Beantwoord mijn vraag nog eens eigenwijze. Oh, ja. Het gaat wel goed hoor. Lieg je tegen mij? Waarom praat ik met niemand over waar je mee zit? Dat jij dat wel dan? Nee, daarom ben ik hier. Ik wou dat ik het eerder gedaan had. Maar het is zo moeilijk. Tja. Wiskunde. Kun je me helpen met wiskunde? Ik doe altijd zo mijn best. Maar meneer Prins heeft echt de pik op mij. Hij geeft me expres slechte cijfers, terwijl ik zo mijn best doe. Waarom praat je nou weer overheen? Doe je altijd. Waarom? Denk jij dat nooit dan? Ik vroeg het aan jou. Waar ben je nou zo boos op mij? Omdat je geen antwoord hebt op de vraag. Je weet het antwoord toch al? Jij bent mij, weet je nog? Dan weet je toch ook hoe ik me voel? En ik begrijp niet waarom je boos bent. Je bent eigenlijk boos op jezelf, hè? Oh. Ja. Vertel maar mij waar je mee zit. Misschien raar, want ik ben jou en jij bij mij. Maar misschien helpt het. Met zoveel eigenlijk. Veel gevoelens, veel vragen. Soms ben ik ineens heel boos. En dan verdrietig. Ben ik wel goed genoeg? Als ik kijk naar anderen. Je bent onzeker. Maar waarom? Nou, je weet wel. Ja, ik weet het inderdaad. Maar ik ben ook iets heel anders. Wat dan? Ik ben nu 3 jaar ouder en wijzer. Het is nu misschien moeilijk, maar het wordt beter. Het komt goed. En als je er met iemand over praat, misschien nog wel eerder dan jezelf denkt.
Misschien dat ik daarom wel terug ben gegaan in de tijd om met jou, mezelf, dit te zeggen. Ik snap je niet. Nou, je hoeft niet onzeker te zijn. Je bent ook niet de enige die onzeker is. Onzeker zijn is trouwens sowieso stom en onnodig. Je moet jezelf sowieso accepteren zoals je bent. Je bent goed, je bent aardig, grappig. Maar Seb, kon je dit niet veel makkelijker doen dan via tijdreizen? Kon je dit niet gewoon in de spiegel zeggen? Ik zit dat in, maar ik wist gewoon dat het vandaag nodig was om te horen dat ik er mag zijn. Dat ik goed ben zoals ik ben. Dat ik niet de enige ben die hiermee zit. Dat ik me niet moet verstoppen, want zo blijf ik juist altijd alleen. Je hebt gelijk. Zo voelde ik me voordat je binnenkwam ook echt. Dus nu je het zo zegt, het klopt helemaal. Maar Seb, wat doe je nu om niet alleen te zijn? Meer naar buiten, tussen de mensen. Zo ontmoet je vanzelf de juiste vrienden. Het komt echt goed. Oké, bedankt. Fijn om te horen. Nog meer vragen? Nee. Jij nog meer wat ik moet weten? Dat je je niks aan moet zeggen van meneer Prins en anderen. Ga je droom achterna, wat anderen er ook van vinden. Geloof in jezelf. Zodra je de kans krijgt, kies je voor science. Dat vind je echt leuk. Proef je doen en zo. Zou ik ook kunnen tijdreizen. Raar, maar... Misschien heel gek, maar... Weet je wat ik nu voel? Wat ik nu echt moet doen? Dank dat je kwam. Jij bedankt. Heel gek dit. Inderdaad. Ik moet gaan. Onthoud wat ik heb gezegd, hè? Yes. Jij ook wat ik zei, hè? Ja. Later. Yes. Later. Shit, nu ben ik vergeten te vragen wat mijn record is in Mario Kart. Of zal ik dat dan niet meer spelen? Dat was raar. Maar goed. Jij bent goed zoals jij bent. Nee, ik ben goed zoals ik ben. Praat je nou nog steeds tegen jezelf? Dat doe je al zo lang als ik je ken. Ja, pap. Ik heb hele goede gesprekken met mezelf.